In zijn nieuwste album, 28, tracht snelle krachtig te ontsnappen aan de vastgeroeste verwachtingen die zijn luisteraars koesteren over hoe zijn muziek zou moeten klinken. Met dit vierde studioalbum zet de artiest alles op alles om zich los te breken van het onvermijdelijke muziekhokje waarin artiesten vaak worden geplaatst, ondanks hun individuele creatieve expressie. Door de jaren heen hebben talloze artiesten ervaren hoe ze ongewild in een specifiek genre of stijl worden geplaatst, waardoor hun artistieke vrijheid beperkt lijkt te worden. Snelle, echter, streeft ernaar om met 28 de grenzen te doorbreken en zijn publiek te verrassen met een geluid dat verfrissend anders is dan wat men van hem gewend is. Dit album weerspiegelt Snelle's vastberadenheid om authentiek te blijven en zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden. 28 is meer dan alleen maar muziek, het is een artistieke bevrijding, een bewuste keuze om los te komen van de verwachtingen en te evolueren als artiest.